U kijkt naar de Waard aan tafel. En aan tafel aangeschoven, troonambtenaar Addy Vredendaal. Peter van Schaik, die praat ons bij over het zwembad Natuurlijke Loeten in Haastrecht. En we gaan terug naar de gouden oude tijd van Roel en Willem. Gouden oude tijd, jaren 70. Was het een goede tijd, mannen? Ja, zeker. Voor ons was het buitengewoon een mooie tijd. Wat voor leeftijd waren jullie ongeveer? 16. 15, 16 nog een beetje in die richting waren wij toen wij de jeugdshows oprichten. Ja, want Roel, hoe kon je ging je een shows oprichten, want was er niks te doen in Gouderak? Nou, er was toen de tijd voor de jeugd weinig te beleven natuurlijk. Ja. Er was een zwembad in Gouderak, net geopend. Ja. Daar zat de jeugd, ja, zwemmen. Dat was het. Maar ergens, of naar de film, zaterdagavond. En zaterdagavond gingen we, Willem had een bromfietsje, daar gingen we met z'n drieën op. Naar Stolwijk, naar de jeugdshows. En dan ben je warm gedraaid voor het gebeuren. Muziek draaien, bandje luisteren. Dus toen zaten we in het zwembad bij elkaar. En toen dachten we van, laten we zelf ook eens zoiets proberen op te richten. Ja, in welk jaar was dat? Dat was in 72, hè? 50 jaar geleden. Oh, en vandaar die naam G72. G72, dus het komt daar vandaan, uit, ja. Ja, want ik had je nog gebeld en toen zei ik al, waar staat dat G72 voor? Maar dat was gewoon Gouderak 72. En zijn jullie toen in dat jaar ook begonnen? Nee, is het toch gelijk van start gegaan? Nee, dat lukte niet zo gauw. Het was een soort met olifantendracht, want we zijn pas de eerste avond dat we echt gedraaid hebben, was het pas 13 maart 73. Maar je hield alvast dan die naam van G72? Ja, want dat was de oprichtingsdatum, het jaar van de oprichting. Nee, dat ging niet allemaal vanzelf een eerste avond te vieren bij mensen van Gouderak, bij de gemeente en bij de beheerder van het dorpshuis. Om eigenlijk te vertellen wat wij nou eigenlijk van plan waren. Dat viel daar allemaal niet zo 1, 2, 3 in goede aarde. Waarom viel het niet in goede aarde? Nou, je had op tv, als je de tv aanzette, dan had je altijd moeilijkheden van het Magenthuis in Amsterdam was heel toen actueel. En er was veel over van die krakersbewegingen. En we hadden net, ook in Moordrecht, hadden we natuurlijk een soort groepering. Ik mag misschien wel zeggen, toen de tijd waren dat de Molukkers. En ja, de kans dat die naar Gouderak zouden komen, omdat ze in Gouda in de jeugd draaien, ook verschillende jeugdsozen. We hadden ze ook hier en daar wel eens moeilijkheden voor gezorgd. Dus het was allemaal nog niet zo 1, 2, 3 om dat in Gouderak voor elkaar te krijgen. Maar de jongens van Gouderak, dat waren natuurlijk de allerliefste jongens, zeg maar. Ach nee, elk dorp had wel zijn figuren. Maar wij waren ontzettend lief. Ja, jullie waren ontzettend wel lang haren. Wel lang haren. Ja, en op de brommert. En op de brommer. Nou, en Roel, dan begint het. Dan in 1973 gaat de eerste avond van start. Ja. En waar was dat dan? Dat was in het dorpshuis in Gouderak. Oh, dat hebben jullie zover kunnen krijgen dat daar gedraaid kon worden. Ja, uiteindelijk mochten we daar starten. En we hadden daar een discotheek van jongens uit Stolwijk, van Jan Hogendoorn en Epo. Hè? Ja. En die kwamen dan. Epo is een afkorting? Ja. Weet je dat niet? Nee? Nee, dat is van Adrie Oudenis. Oh, is dat zijn naam? Ja, dat was zijn artiestennaam. Artiestennaam, Epo. Maar leuk, weer wat geleerd over een collega. Hartstikke goed. Leuk joh. Dus toen gingen we van start. Ja. En daar kwamen, ik denk misschien de eerste avond, 150 jongeren op af. 150? Ja, dat was heel wat. Iets veel. En we plakten dus affiches een week van tevoren. Ja. Overal op gemeentelijke dingen en stroomhuisjes en weet ik het allemaal. En kon je zo binnenkomen eigenlijk? Nee, je moest lid wezen. Oh, je moest wel lid worden. Zodat het wel duidelijk was wie er kwam. En 4 gulden lidmaatschap betalen en dan per... En een kaartje en we kregen ze dan en dan moesten ze nog een foto op niet. Dat werd keurig gedaan hoor, toen de tijd. Nee, de mensen hadden wel discipline. Maar er werd gedraaid, de disco was er. Ja. Want hoe laat begon het dan eigenlijk? Kijk, nu begint het vaak pas om 12 of zo. Ja, maar dat is niet te vergelijken. Nee. Wanneer begon het toen, Roel? 7:30, 7:00, 7:30. 7:30? Ja. Samenlopen, tot hoe laat? 10:45 ging het licht aan. Dus iedereen was 12:00 hartstikke mooi thuis. Ja, dat had je toen de tijd. Als had je lekker met je vriendinnetje... Kwart over 12. Licht aan. Voor de zondag moest alles stil wezen. Dat was zo. Dat was natuurlijk omdat je dan daar mocht draaien. Dat was niet alleen in Gouderak, dat was in alle gemeenten zo. Ja, dat klopt. Voor de zondag. En had je ook naast de DJ's, kwamen er ook nog bands?
Jazeker. Als wij voldoende geld binnengehaald hadden, want op de disco betaalde je, of daar verdiende je het meest mee. Want voor de rest had je natuurlijk niet veel, behalve de huur van de zaal, je verder kosten. Maar als we dan geld hadden, dan lieten we een bandje komen. En noemen ze een beroemde band die is geweest? Normaal. Normaal is de bekendste. Teach-in. Mouten McNeil. Vitesse. Je was toen ook een hele bekende band. De New Adventures. Ja, maar die was op het popfestival. En nou zitten jullie vanavond bij mij aan tafel. Ja. En je zit hier niet voor niks. Nee. We willen zoveel mogelijk mensen benaderen die toen de tijd naar die shows kwamen. Ja. En nu de aankomende 22e oktober gaan we weer zo'n discoavond organiseren. In datzelfde dorpshuis. Met dezelfde DJ's? Met dezelfde DJ's. Echt waar? Ja, we beginnen weer met een echte vroege jaren 70 avond. Maar die hebben dan echt nog draaitafels met allemaal vinylplaatjes natuurlijk. Dat is natuurlijk niet. Die vinylplaatjes die zijn er ook niet meer. Maar we hebben natuurlijk nu prachtig een laptop waar alles geprogrammeerd staat. Nou, vinylplaatjes zijn we helemaal in. Ja, hè? Die zijn er. Maar die oude muziek wordt nog weer gedraaid, zeg maar. Ja. En hoe laat begint het dan weer? Is dat dan ook weer zo van 7:15 tot 8:15? 8 uur. Nee, 8 uur. We willen dan van 8 uur tot 1 uur. Maar dat is niet alleen. We hebben een leeftijdsgrens nu aangesteld van boven de 50. 50 plus. En als je partner dan onder de 50 is? Dat weet ik niet hoe we dat regelen, maar tot nog toe is het 50 plus. Ja? Nou, ik wist dat die vraag is de andere kant op. Die is ouder dan ik. Dus ja, ik wist dat die vraag zou komen. Dan sta ik bij de deur. Oh, heel goed. Dat, mag ik zo, mag ik zo naar binnen? En, want we hebben, en dat met, moet ik toch wel vertellen, weer dat briefje natuurlijk. We hebben natuurlijk op Facebook. Oh ja, want mijn vraag is, maar ik heb de vraag nog niet gesteld, maar de vraag is natuurlijk van, hoe gaan mensen weten dat het op 22 oktober is? En waar kunnen ze dan, want je moet kaarten kopen. Kaarten kopen, ja. Online. Wat kosten die kaarten? €15. En wat krijgen ze voor die €15? Nou, dan krijgen ze A, een hele gezellige avond. Ja, dat wel. Er zijn nog een paar kleine verrassingjes die wij niet vertellen. Maar die de moeite waard zijn om die €15 te betalen? Ja, die zijn echt de moeite waard om die €15 te betalen. Okay. Echt waar. Maar je zit dan met dat briefje, dus vertellen? Ja, ik weet al die websites nog niet zo. Geef niet, idee. Noem het op. Nou, Facebook is gewoon G72. Makkelijker kan het niet. En de website, die zijn ze vanavond aan het maken. Dat duurde iets te lang. Maar vanavond wordt die gemaakt. www.g72.nl. En de e-mail om kaarten te kopen is e-mail kaarten@g72.nl. Nou makkelijker kan het. Morgen of overmorgen gaat die de lucht in. Maar dat gaan we natuurlijk bekendmaken op Facebook. Juist. En volgens Facebook hebben we 22 oktober. 22 oktober is de beruchte Soosavond. In Gouderak. In het dorpshuis. G72 in het dorpshuis. En begint het weer om 8 uur? Of 8 uur. Tot 8 uur. En om 11:15 ligt dan. Ja. En daarna gaat het weer uit. En daarna gaat het zeker weer uit. Dankjewel voor jullie komst.